Vandaag bij ons in de studio Hein Mevissen, regisseur en creatief directeur Joris Kuipers van DDB. Mannen, welkom. We gaan het straks hebben over jullie nieuwe Centraal Beheerfilm. Nou, dat was jarenlang altijd het hoogst haalbare als regisseur om dat te doen. Was dat voor jou ook zo? Ja, ik vond het wel heel leuk om te doen, ja. Van vroeger had ik altijd Centraal Beheer, dat heb ik altijd wel mooie campagnes gevonden, ja. Ja, dat is heel leuk. En Joris, waarom kwamen jullie bij Hein als regisseur terecht? Omdat hij al heel vaak tegen mij gezegd heeft dat hij heel graag een keer Centraal Beheer commercial wil draaien. En, nee, het is niet dat is echt waar trouwens, maar het is niet de meest voor de hand liggende keuze. Maar we hadden wel zoiets van, ja, iets fris, even iets anders. En hij doet het heel veel met filmen in Amerika en dat, ja, ik vond het wel interessant. Ja. Oké, we gaan er even kijken. Een soort mini-speelfilmpje weer. Hein, hoe zag het script eruit toen het bij jou terecht kwam? Het idee, bedoel, het was redelijk zo ook wel. Het enige waarbij we zijn op een gegeven moment samengezet. Ik heb wel een soort kleine afleidingsmanoeuvres erin gedaan. Zoals het meisje en die man in die auto die boos is op hun. En, maar dat was eigenlijk allemaal bedoeld gewoon om zoveel mogelijk weg te blijven van die monster truck, gewoon als een carshow. Dus we wilden ook eigenlijk, toen we erover praten, heel graag een soort verhaal hebben. Gewoon, weet je, het moet wel leuk blijven om naar te kijken ook. Weet je, het moet niet alleen om de eindgrap gaan, maar nee. Het filmpje moet ook een prettige iets zijn. Ja. En hadden jullie het idee dat het echt een goed Centraal Beheer idee was? Ja, want anders had het niet gepresenteerd. Ja. Nee, maar we hadden wel zoiets van, het moet gewoon een hele leuke film zijn, is het totaal wat Hein al zei. En ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we best wel hard op ingezet. En dat heeft Hein ook wel goed gedaan. Ze hebben eigenlijk heel erg met z'n drieën op een gegeven moment ook tegen het script aan lopen schoppen. Had hij een interpretatie al gedaan, dat vonden we heel leuk. Dat is ook een antwoord van net. En op een gegeven moment zei hij ook, kom op, we gaan een avond in de kroeg zitten en dan gaan we er nog een keer tegenaan schoppen. En toen kwam bijvoorbeeld ook die vogeltjes dansen bij op het eind en zo. En het feit dat we dachten, hey, het is leuk als dat een soort onschuldige naam heeft, een birdie of zo, dat soort dingen. Een soort kuik op wielen, zeg maar, die dan alles vernietigt. Dat soort dingen, daar hebben we het met z'n drieën over gehad. Ja. En waar is het gedraaid? In Miami. Oké. Okay. Want het ziet eruit als echt een set waar alles mocht, alles kon. Heel veel figuranten, auto's. Nee, het was eigenlijk redelijk leeg daar. We hadden ook niet zoveel. We hadden maar 50 auto's, 50 figuranten. We hebben elk shot redelijk moeten uitmeten ook gewoon. Want er is niks. Het is wel vlakbij een soort racetrack-achtig iets. Maar daar konden we wel een paar dingetjes voor gebruiken. Maar in principe is alles gebouwd. Dit is gewoon een soort van moerassig gebied. Veld, eigenlijk. Ja. En hebben jullie alles kunnen draaien wat je wilde draaien? Nou nee, het was uiteindelijk te veel wat we wilden draaien. Maar we hebben wel alles wat we nodig hadden om die film te bouwen, hebben we kunnen draaien. Maar het was wel echt rennen tegen de tijd. Maar we hadden gelukkig een super snelle cameraman en een hele goede cameraman. Ja. Dat kun je misschien niet zo zeggen. Ja, ik heb een paar favoriete cameramannen. Uli Steiger heet die, dat is er een van. Dat is een Hollywood cameraman. Ja. En die hoopten we te krijgen. Hij heeft Independence Day gedraaid en Godzilla, The Day of Tomorrow, Austin Powers. Ja. Nou, dus daar hebben we echt ons best voor gedaan om hem te krijgen. Hij had nog nooit een commercial gedraaid. Het is de eerste commercial. Dus het was wel erg prettig om met die man te werken. Het was erg leuk om te doen. En hoe zie je dat terug?
Dat zie je vooral, onder het werken was het gewoon vooral te merken dat je er bijna niet mee hoeft te bemoeien gewoon. Weet je, het was elke keer gewoon goed. We hebben alles vanuit de kraan gedraaid. Dus echt alles gewoon. Dus niets, zo'n man dat was perfect gewoon. Ja. Dat was geen enkele keer dat we hadden, er was één keer dat hij zelf een soort van glitch had, wat we allemaal zelf niet zagen. Dus dat heeft het overgedaan, maar voor de rest was het... En hij draaide met een enorme zoomlens, wat niet altijd gewoon is. Waardoor we super snel dichtbij konden en af. En al het beeld beweegt, consistent, zeg maar. Dat was ook een ding. En er is altijd, de Centraal Beheerfilm, altijd kritiek op. Zijn jullie zelf tevreden? Ja. Maar ik vind het een heel leuk film. Ja. En als je kijkt gewoon naar de reactie, de kritiek komt vaak uit het vak. Ja. Omdat, het kan altijd beter en je hebt natuurlijk een enorme lat te halen. Ik zeg ook niet dat ik de beste film vind van de 52, want het is inmiddels de 52ste. Ja. Maar ik vind het wel een hele leuke in de serie. Ja. Okay. We gaan nu even over naar de inspiratiebron. Ik heb jullie gevraagd om wat inspirerende dingen mee te nemen. Ja. We gaan eerst even kijken naar K-Swiss, Kenny Worden. And now the CEO of K-Swiss, Kenny Powers. Woohoo! Yeah! Kenny fucking Powers, come on, raise it up! Woo! Come on, there you go, two at you. Let me hear fucking more! Alright, cool! Okay, shut the fuck up! I have a dream, a wet dream, and today you get the pleasure of witnessing my dream come true. The way I see it, there's three things an athlete needs to succeed. Talent, strippers, and most importantly, speed. Because speed is what takes an athlete to the next level. Today it's time to unleash my greatest creation ever, my magnum fucking opus, Blades! Wat vind je hier goed aan? Nou, ik vind het gewoon goed dat het karakter Kenny Powers, hij is van een serie, van een heel bekende tv-serie, Eastbound and Down. Mm-hmm. En dat een merk als K-Swiss zo groot zo'n campagne doet. Dit is al de tweede, dit is volgens mij een commercial van 4 minuten online. En dat ze het gewoon ongegeneerd hebben genomen hoe het is, gewoon hoe dat karakter ook is. Weet je, zijn niet zoals een klant, maar bijvoorbeeld Coca-Cola of zo. Weet je, je hebt gesprekken met mijn klanten van ja, dit mag niet. Weet je, die mensen moeten er zo uitzien en gewoon helemaal niks. Ze worden gescholden, niks wordt weggebiept erin. Het ziet er niet eens heel mooi uit. Weet je, dit is gewoon een potpourri van grappige dingen gewoon. Ja. Joris, zou jij zoiets kunnen maken, ook voor sportmerk? Ja, heel makkelijk. ik heb een paar van die campagnes liggen. Nee, dat is totaal onzin. Nee, dat vind ik superleuk. Ja, super origineel. Ja. En als je wat vrijer denkt, als je wat langer mag en die klant die geeft je heel veel vrijheid. Ja. Ja, dit is gewoon heel leuk. Die man maakt die filmpjes. Maar, dus ik zou dat niet zo kunnen maken waarschijnlijk. Nee, maar ik vind het wel echt Maar je ziet, je voelt ook heel veel improvisatie in zit ook en zo, weet je. Dit is een waanzinnig grappig fragment, weet je, wie doet dit nu, weet je. Dit is zo'n man die dan zo'n gnoe omgooit. Nou, wat je wel heel goed ziet is dat er heel veel lol in dat werk zit. Die hebben waarschijnlijk ook zo gelachen tijdens het maken. Ja. Ja. En dat is denk ik wel heel belangrijk, ook weet je. Ook dezelfde kleur als Steve Jobs aan. Ja, heel grappig. Joris, we hadden jou ook gevraagd om een favoriete campagne mee te nemen. Jij hebt Dolf genoemd, daar gaan we even naar kijken. Ander soort werk natuurlijk, bijna het uiterste van het andere. Wat trek je hierin aan? Het enige is, je ziet ook een moedige klant, net als bij K-Swiss. Ja.
Ja, ik vind gewoon de waarheid heel goed. Dus destijds bij die, dat is voor zo'n, eigenlijk zo'n saai merk. Kijk, ik had ook natuurlijk andere dingen mee kunnen nemen, zoals Old Spice. En dat zijn ook allemaal favoriete campagnes. Er zijn er veel meer dan dit. Alleen juist bij zo'n wat truttig merk, dat ze dat zo neergezet, dat vond ik een hele goede keuze. En deze film vind ik daar gewoon heel origineel in, maar die andere is ook heel goed. Ja. Had je het zelf kunnen maken? Ja, die waarheid misschien nog wel. Alleen hoe ze dit hebben geëdit en zo, dat... En met die muziek samen, ja, dat had ik toch niet zo snel bedacht. Maar ik vind het wel heel goed gedaan. Ja, oké. Okay. Hey, jongens, bedankt voor deze beelden en de commercial natuurlijk. En u bedankt voor het kijken. En tot de volgende piece of work. Yeah.